Welkom bij onze reportage. Mijn naam is Rumeza. Mijn naam is Femke. Wij hebben een paar mensen geïnterviewd. Onze stelling was, gevaarlijke sporten zijn leuker. Veel kijkplezier. Gevaarlijke sporten zijn leuker. Wat vindt u daarvan? Niet goed natuurlijk. Nee hoor. Gevaarlijke sport, ik vind het een beetje gevaarlijk. Ik ga het liefst op een normale sport. Want dan kan ik gewoon de volgende dag weer naar mijn werk. Sommige mensen vinden gevaarlijke sporten heel erg leuk vindt. Oh nee, ik ben tegen gevaarlijke sporten. Nou, dat bepaalde mensen vinden dat leuk. Maar gevaarlijke sporten, nou, ik zou er niet voor zijn. Absoluut niet. Ik vind ze niet zo heel erg leuk. Nou, gevaarlijke sporten moet je wel mee oppassen, ja. Gevaarlijke sporten zijn helemaal niet leuker. En als u zelf op een gevaarlijke sport zou zitten, wat zou u daarvan vinden? Nou, ik zit beslist niet op een sport en helemaal geen gevaarlijke sport. Nee, ik ga echt niet op een gevaarlijke sport. Een normale sport. Ja. Ik ga het liefst op een normale sport. Als je het dus vooral als je het in teamgeest doet, want dan leer je met mij voor mensen om mensen te denken. Ja! Dit waren onze video's. Hopelijk hebben jullie genoten. Onze conclusie van onze interviews waren dat de meeste mensen gevaarlijke sporten ook gevaarlijk vonden.